Wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Dit keer is het geen weekvlog, maar een reeks vakantievlogs. Want wij gaan op vakantie! Yay! En ik ga niet alleen, want ik zit hier met mijn neefje Kevin de Groot. En wij gaan met die mensen daar in die auto voor ons. En dat is Remy, mijn broer, Veronique, zijn vrouw, mijn schoonzus en hun kindjes Jaro en Kira. We zijn nu op weg naar Schiphol. Ik heb geen idee hoe laat wij vliegen. We gaan eigenlijk ruim op tijd. Het is nu om 4:30. Om 4:30? Het is nu 9:00 en we moeten pas om 4:30 vliegen. Dus we hebben ruim de tijd om rond te slenteren op Schiphol. Maar dat is maar goed ook, want je kan maar beter op tijd zijn in zulke gevallen. Ik had eigenlijk gewild dat het zou regenen vandaag. Want dan is het gevoel van weggaan naar een warm land veel fijner als je weet dat iedereen achterblijft in de regen. Dus het is nog 2 uurtjes rijden, denk ik. Welkom bij deze vlogs. Ik hoop dat jullie ze leuk vinden. Ik ga dagelijks vloggen, dus er komt de komende 10 dagen komt er elke dag een vlog. Of 10, ja of 9. Ik weet echt niet precies hoe en wat het gaat lopen. Maar in ieder geval, er komen heel veel vakantievlogs van elke dag 1. Wat leuk dat jullie kijken. Doe alvast een duimpje omhoog. En ja, daar stop ik. En we zijn een half uurtje onderweg en we kunnen nu al stoppen, want Jaro heeft gekotst. Helemaal top. Nou, ik ben heel benieuwd naar de schade. Wat is er gebeurd, Jaro? Kot! Op de bank. Oh, vond je dat leuk? Nee. Hoe kan dat nou gebeuren? Was je een beetje misselijk? Ja. Oh, hoe kon dat nou gebeuren? Hij was een beetje misselijk. Ik zie de kots helemaal niet. Oh, daar. Dat is kots. Mooi, hè, Kira. Als Kevin niet had meegegaan, dan had ik dus hier gezeten. In de auto. Dus ik ben op zich wel blij dat Kevin meegaat. Ben je film aan het kijken, Kira? Gaan we straks vliegen, hè? Hoog in de lucht. Boven de wolken. Boven de wolken. Super cool. We zijn aangekomen op de parkeerplaats. We mogen inchecken bij nummertje 5. Ja. Druk er maar eens heel hard op. En geen geduld ook. Wat zit er op jouw pannenkoek? Vind je het allemaal een beetje spannend? Ben je relaxed? Vind jij het spannend? Nee. Honger. Ik heb alleen een panini genomen. Ik ga straks nog wel even mijn Big Tasty menu, want dat wil ik gewoon. Ja, nou verpest je het plaatje, Remy. Nou, dag vliegtuig. Ja. Kijk eens, dit is mijn neefje Kevin. In principe zou hij ome Ivar tegen mij moeten zeggen, maar dat heeft hij nog nooit gedaan. Behalve als hij me wil pesten, dan wel. Mag ik 1 frietje? Ja. Nou, delen, dat doe je ook. En dan is het nu tijd om door de beveiliging te gaan. Kijk eens, leuk Kevin. Kom zo chagrijnig. Ik doe al mijn kleren uit. Ja, het is hier een ding op Schiphol. Vinden ze leuk. Nou, we zijn door de beveiliging heen. Ik werd wel helemaal omgekeerd. Ze moesten zelfs de bestanden op mijn camera bekijken of ik geen collega's had gefilmd. Hi. Maar ik ben er in ieder geval doorheen. Ze moest ook nog helemaal de tas leeghalen. Maar goed, hè, beter 1 keer of 2 keer extra gecheckt dan 1 keer te weinig. Remy en Veronique en Jaro, die worden nog even helemaal omgekeerd. En dan zijn ze klaar. En zo te zien is Veronique vergeten om alle dingen in één. Okay, het is dus echt zo dat Veronique de volledige toilettas in haar handbagage heeft gedaan. En je mag geen vloeibare dingen meenemen. Dus nou moet ze alles afstaan. Ja.
Oké, even een rectificatie. Maar ik denk dat ik die Veronique beter zelf kan laten doen. Veronique, wil je het even uitleggen? Remi's koffer heeft ingepakt. En allemaal zonnebrandcrème en allemaal dat soort dingen. En die zijn ook best duur, hè? Al die zonnebrandcrème. Dat is ook nog eens allemaal Garnier en L'Oréal en zo. Rituals, oh, oké. Ja, wat is je nou aan het doen? Aan mij was dan even de taak om het weer allemaal 50-50 te verdelen. Dus ik heb nou nog één koffertje handbagage. En de andere die is Remi nou gaan inchecken als ruim bagage. Die is terug om zijn, van zijn faalactie. Ik heb hier een selfie stick gekocht voor de GoPro. Die heb ik al in mijn koffer gedaan, want die had ik nog niet. En nu gaan we naar de McDonald's. Yay! Doe eens blij en enthousiast. Je mag piep op vakantie. Hey, hou die kleren aan. We konden de McDonald's niet vinden, maar dit is ook niet slecht. Wie moeten we weer wachten? Remi of Vero? Ik kan ook voor de eerste keer gebruik maken van de vliegtuigstand. Nou, daar zitten we dan lekker knus met z'n allen te wachten. Vind je het leuk dat ik film? Ga ik de hele vakantie doen. Een leuke week worden. Remi, Remi zit hier. Kira zit hier. Kira, kijk eens. Ja! Ben je er klaar voor? Ja! Jaro, ben je er ook klaar voor? Ja! Eet hem maar even op, dan gaat het open. Mond open. Ja. Geland. Ik ben helemaal niet geland. Ik ben heel geland. En het is warm buiten en ik heb een lange jas aan. Weet je nou of het warm is? Omdat ben je al buiten geweest? 30 graden zijn. Ben je al buiten geweest? En ik heb het al warm bij 18. Dus ik heb een jasje aan en een mooie lange broek en dikke schoenen. Kijk, ja, dat is heerlijk. Heerlijk. Zo mooi is dat. Ik heb een hele dikke vest en ik heb een hele dikke kont. Daar zijn we dan. Oh, ik heb nu warm. Klapje. Piloot, ik word piloot. Later verdien ik met vliegen mijn brood. Nou, wat moeten we hier nu doen dan? Nou, waarom lukt hij dan niet op de top? Waar is jouw koffer? En waar is papa en mama's koffer? De band loopt nog niet. Want Kevin gaat die man helpen met de bagage uit het ruim te halen. En ik had makkelijk kunnen winkelen, maar nee, we moeten de koffer toch halen. Nou, staat nou, stop met dat winkelen. Je bent op vakantie. Ben op vakantie. Ja, winkelen is werken. Nee. We zijn nu in de kelder van het vliegveld en we mogen nog een stukje met de bus. Yay! Yay. We moeten nog een uurtje met de bus. En we missen nog mensen. Oh. Het vrouwtje van Arke zorgt heel goed voor ons. Ze stond er al klaar voor ons om een welkomstknuffel te geven. Wij kijken weer aan. Goed, excuses voor een rommelige administratie, maar ik kan er niet zo goed tellen. Even onze koffertjes pakken. En het is nu nog gewoon warm. Ook al is het nu... Ik heb geen idee hoe laat het is trouwens. Yeah.
En er is al een feestje aan de gang. Nou, we zijn in het hotel aangekomen, Holiday Palace. En het is hier groen. En het is hier marmer. En het is hier nice en warm en cozy. En we zijn al heel erg laat, maar meneer aan de balie heeft al even verteld dat we gewoon eten krijgen. Kira, heb jij honger? Ja. Ja, ik ook hoor. Oeh. Fancy, fancy. Focus, you bitch. Oeh. Dat is hoog. Niet in het water vallen, hè? Wow, kijk dan. Jezus, mina, man. What a fucking lift. Voedsel. Mensen. Ben jij zo lekker aan het smikkelen? Ben jij misschien een ongelofelijke smikkelbeer? Pizza. Doe maar huilen. Mama, ik wil weg. Ik wil weg. Hoe zij kijkt, voel ik me. Want ik ben moe. Oké, we staan nu in een hele knusse, mooi verlichte lift. We gaan omhoog. Nee, kijk achter je knuppel. Oh ja. Kijk, ik kan maar beter je hoogtevrees hebben. Dat heb ik wel. Heel ja, kijk aan de andere kant ook. Kijk eens hoe mooi dit is. Episch. Hier moet ik een videoclip opnemen. Zijn we er? Nee, dus twee. Ja, dan ik kan niet filmen tegelijk. Oh, het ruikt schoon. Oh ja. Het is hier donker. Hier. Licht. We dachten van een kaartje erin te doen. Hier. Oh ja. God, ik ben zo maagd. Kijk, we hebben een keuken. Kijk, de stonk, we hebben een bar en een bank en een tafel en een tv en een lelijk schilderij en gordijnen die dicht zijn en zo voorts. En wat hebben we nog meer allemaal? Wat zit er achter deur nummer 1? Het is fucking huge motherfucking bed. Een bad? Ja hoor, een bad en een douche apart. Oh, dit is chill. Morgen doen we een uitgebreide roomtour, want daar heb ik nu echt geen zin in. En we hebben een balkon en het is feest op het balkon. Oh, dit is gewoon de stad. Wow, dit is hoog. Jezus, hoogtevrees. Oh, aan die kant is het feest. We horen het. Kunnen we het ook zien? Ja, dit is... Oh, uitzicht tot zee. En buiten. Oh, dat wordt zo mooi. Dat wordt zo mooi. Ik ben helemaal blij. En er is airco. Helemaal blij. Oh. Ja, het wordt... We gaan de koffer uitpakken of zo. Ik denk veel bij moe, man. Nou, dames en heren, dit is de badkamer. En ja, let daar niet op. Ik neem altijd gewoon een complete ethos mee. Kijk eens wat we allemaal krijgen. Een kammetje. Een zeepje. Een shampootje. Een haarnetje. Voor welk haar, Iva? Glazen. Die zullen we wel niet mogen hebben. Een föhn. Misschien moet je hem aanzetten. Bedankt voor de tip, Kevin. En een bad. En deze is zelf gesealed. Dat hij is gedesinfecteerd. Nou, wat een fijn gevoel. Kevin, we moeten de natuur besparen. Dus, als je je handdoek nog een keer wil gebruiken, dan hang je hem aan het rekje. En als je wil dat ze hem verschonen, dan flikker je hem in het bad. We flikkeren hem gewoon in de vakantie. Man, thuis gebruik ik mijn handdoek ook meer dan één keer. Ja. Je maakt jezelf toch droog als je schoon bent? Dus dan wordt je handdoek toch niet vies? Duh. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze eerste vakantievlog. Het is 1:30. We zijn allemaal kapotmoe. We gaan slapen en morgen weer een nieuwe dag. En morgen dus ook een nieuwe vlog. Voor deze leuk, vergeet dan even een duimpje omhoog te doen. Laat een reactie achter. Ik weet niet meer wat, want ik ben te moe om een vraag te stellen. En hopelijk zie ik jullie morgen bij een nieuwe vakantievlog.